Hier in deze berm plaatsen wij een gedenking, een monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militair, aan Robert Charles Heckman. Ik denk, ik ga ervan uit tenminste, dat deze jongen het wel heeft verdiend. Het is een heldhaftige jongen. Ga er maar aan staan. Je bent 17 jaar, je springt uit een vliegtuig, midden in de nacht, en je weet niet waar je bent. Ik heb me wel eens afgevraagd toen ik met een onderzoek bezig was en hier ook stond, van zou ik het gedurfd hebben? Ik denk het niet. Nadat ze de groep in Soldatenbosje overnacht hadden, gingen ze onderlangs over een weg deze kant op, totdat ze bij de veen over die kwam, door waar het elektriciteitshokje steed. Toen ze deze kant op kwam. En waar nou dat maïs ongeveer is, daar is er gesneuveld.